Maatschappijleer 2, thema jongeren, hoofdstuk 4. Waar hoor jij bij? Maatschappijleer 2, thema jongeren. BB, hoofdstuk 4. Waar hoor jij bij? De eerste jongerencultuur in Nederland waren de nozems. Nozems waren herkenbaar aan hun vetkuif, hun spijkerbroeken en hun leren jacks. Maar, hoe zijn die jongerenculturen precies ontstaan? En wat is een jongerencultuur? Nou, een jongerencultuur is een subcultuur die je vooral onder jongeren ziet. Het ontstaan van deze culturen hangt ook vaak sterk samen met muziek. Zoals bijvoorbeeld de volgende. Lady Gaga heeft namelijk een eigen schare fans. En die vormen weer een eigen jongere subcultuur. Maar waarom zijn er nou meer jongere culturen? Dat heeft te maken met dat jongeren meer vrije tijd en meer geld hebben gekregen. Het zijn nog steeds pubers, dus ze willen zich nog steeds graag afzetten tegen hun ouders. Jongeren maken graag deel uit van een groep. En het is belangrijk om je een beetje anders als de rest te voelen, om uniek te zijn. Jongeren worden dus niet graag in een hokje geplaatst.